Sinds maart 2012 stond het asielzoekerscentrum te koop. De laatste gebruiker, het Centraal Orgaan Asielzoekers, liet het pand leeg achter. De nieuwe eigenaar kijkt er eigenlijk al jaren tegenaan, maar kreeg pas sinds afgelopen zomer echt interesse toen het te koop kwam. Wij zijn in de Zwaanhof al een zorghotel aan het opbouwen, dus er verblijven al veel mensen die zo meteen in het kuurhotel kunnen verblijven. Maar de bedoeling was om dat qua bezetting op te bouwen en dan een stuk nieuwbouw te plegen aan de Zwaanhof. En dat was al ver. De ontwerpen waren klaar en het bestemmingsplantraject loopt al. Maar toen hoorden we dat dit te koop kwam en we zijn een paar keer gaan kijken. En ja, hoe vaker je er doorheen loopt, dan begint het te leven en dan krijg je daar ook de plaatjes bij. Ja, en kijk je ook gewoon doorheen. Nu is er in de Zwanenhof plaats voor 60 hotelgasten. Dat worden er met het nieuwe kuurhotel gezamenlijk 120. Meidam denkt dat er steeds meer vraag komt naar dit soort opvang. Wat je ziet is dat er heel veel mensen komen van eind 30, begin 40, eind van de eerste carrièreslag, gezin. Ja, eigenlijk opgebrand en die even moeten gaan heroriënteren. Nou, die komen op adem. Kan hier natuurlijk nog veel mooier, omdat je zo meteen ook de wellnessfaciliteiten bij hebt en de sportfaciliteiten. Dat komt er allemaal in. Ja, en mensen die van en naar het ziekenhuis, mantelzorgers, is van alle leeftijden. De tekeningen zijn al klaar, met financiers wordt nog gepraat en dan kan de verbouwing beginnen. Het is redelijk uitgeleefd, dus er moet echt wel veel aan gebeuren. We hebben er wel heel nadrukkelijk voor gekozen om de buitenkant, dus het pand, te laten staan. Het is ook degelijk gebouwd, mag ik zeggen. Bouwkundig is het allemaal nog prima in een goede staat door de Fratres Maristen destijds, hè, als internaat. Maar de binnenkant, ja, het zijn allemaal kleine celletjes, het is veel beton. Dus we zullen daar echt veel moeten breken en hele mooie ruime ruimtes van maken. En zorgen dat er licht in komt.